wij krijgen mors. Kijk, het is nou redelijk. Die mensen aan de overkant, die mensen aan de overkant met bladeren in je tuin, moet je werken. Daar die boom, zie je die boom daar? Die worden ze snoeien omdat je het op je tuintje krijgt. Nou dan, lul niet. Jarenlang is er niets aan de hand tussen Trudy Dekker en haar buren meneer Collet en mevrouw Huntman. Tot Ron van der Schaaf in 1998 bij Trudy komt wonen. De buurmannen kunnen niet met elkaar communiceren en de irritaties die stapelen zich al heel snel op. Zoals het mos op het dak van Collet, wat zo de tuin van de buren inwaait. Maar dan het ergste probleem en dat is de stankoverlast. Als Ron en Trudy in 2008 een nieuwe keuken laten plaatsen, krijgen zij kort daarna last van allerlei geurtjes van de buren. De aardappel- en sigarenlucht dringt via de afzuigkap hun woonkamer binnen. En Trudy raakt zelfs zo gestrest van de lucht dat ze haar middagdutje in de garage moet doen. Nou, het draait om overlast van lekkere luchtjes van de buren. Deze is van de buurman en deze is van ons. Maar we hadden maar alles op aangesproken. Maar ja, toen werden we het gekhuis ingeprezen. Nou, dat is het probleem hier. Die twee, hier wordt gekookt en gaat daar naartoe bij hem naar binnen. Dat was toen 20 centimeter lager, dus het ging eroverheen. Nou, dan heeft hij dat gedaan en na die tijd heeft hij last van het eten. Een uur per dag eten koken. Nou, dat is de afzuigkap. En mijn buren die hebben de last stank van het eten. Nou, een uurtje koken we hier zo. Ik niet al, maar mijn vrouw. En dan is het afgelopen. Dit is onze nieuwe keuken in het Aardigblad. En de luchtjes komen hier onder de wasemkap vandaan. Overdag is het aardappellucht, 2 tot 3 keer per dag. En 's avonds is het sigarenlucht. Hij zegt zelf, sinds dat het verbouwd is, heeft hij dat, die stank gehad. Dus als hij die gedaan had, ja als, maar dan was het niet gebeurd. Ik word er onrustig van en daardoor heb ik al een paar keer in de auto geslapen in de garage. Want boven kom, dan moet de wasemkap aan als die lucht eruit komt. En boven kom ik ook niet tot rust. En daarom ben ik een paar keer in de garage gaan slapen. Degene wie de stank veroorzaakt moet de pijp verhogen. Nou, die stank komt van de buren af. Het komt bij ons de wasemkap. Als de wasemkap dicht is, komt er bij ons de stank naar binnen. En die afzuiger moet soms wel 2, 3 keer per dag aan om die stank weg te houden. En dat ken ik niet tegen. Ja, die meneer, dat komt nou bij hem zogenaamd in zijn keuken terecht. Dus verder weet ik het niet dat hij wil. Hij wil wel hebben dat ik die pijp even naar boven ga maken, maar dat doe ik niet. Want meneer is zoekende gewoon. Die blijft zoeken. Als de stuurburen van mij stank zouden hebben, dan had ik het al lang opgelost. Maar het is lijkt wel meer nu een principe kwestie. Ik heb toen dus al een brief gehad van een andere advocaat of ik eventjes een pijpje naar boven wil maken door het dak. En als ik nou toch bezig ben, of ik even het dak even wil vernieuwen. Het grind eraf, mos eraf en een nieuw dak erop maken. Nou, dat doen we toch even voor hem. Dat is een gekke werk. Ja, en dan klaagt hij over mos hier, wat in zijn tuintje waait of op zijn dak. Kijk, hier begint het alweer van, en dan leg ik mijn dak vol en dan waait het op het erf. En dat is niet 2, 3 stukjes, maar emmers vol haal ik er ieder jaar weg. Hij blijft gewoon zoeken, hij wil gewoon zijn zin doordrijven. Ze zeggen dat er steeds meer klachten bij komen. Nou, dat is niet zo. Het gaat ons om de stankoverlast en de morsoverlast. En we willen met rust gelaten worden in ons huis. We kunnen niet relaxen. Nou, zie je, ik heb een heel pakje boter gekocht. Dus... Nou, de eerste plaats zeg ik, je moet toch eten. En de tweede plaats, ik kook geen rotzooi. Wat staan jullie nou in de keuken?
een beetje groente te koken en een aardappeltje te bakken of te koken. God, God, wat stinkt dat. Kijk, als ik de hele dag haché ga staan te maken of iets wat stinkt met knoflook, zeg ik, je hebt gelijk. Ik ga om 5 uur de keuken in en om 5:30 staat het op de tafel. Als je zuurkool eten, kunnen we zuurkool mee eten. Of boerenkool. Of boerenkool, of vlees, suddervlees. Of... En s'avonds sigaren. Af en toe met ruikje hier, al ben ik even voor mijn vrouw hier bezig. En dan ruik ik sigarenlucht. Daarna begint hij dan weer ook weer sigarenrook. Nou, dan moet je dan wel een hoop sigaren roken. Wil dat bij hem naar binnen komen? Ja, dan zit je echt in de stank hier al. Het is niet normaal. Ik zeg, we wonen hier 30 jaar. Ik heb nog nooit wat met de buren gehad, met geen één. We overlopen elkaar niet, we zeggen elkaar gedag, we maken een praatje. En dan komt er zo eentje. En die zou een beetje je laatste dagen pesten, op zo'n Hollands gezicht. Rijn de rechter, wij eisen niet veel. Wij eisen alleen dat de stankoverlast op wordt gelost en dat het met dat mos bijgehouden wordt. En dan kunnen we misschien toch nog een beetje als goede buren onderling weer met elkaar omgaan. Rijn de rechter, ik wil hier met rust gelaten worden door mijn buren. Welkom in de studio, meneer Van Schaaf. U bent hardhorend. Ja, jammer genoeg wel. Als u het niet verstaat, gaat u het dan tegen mij zeggen? Ja, zeker weten. En u staat hier alleen. Uw vrouw zit daarachter. Ja. Dat vindt u een fijnere plek. En dat houden we zo. Ik hoor het u op het einde zeggen van uw eis van ik zou graag eigenlijk op een goede manier met de buren willen omgaan. Ja, als dat opgelost wordt. Maar we zitten al 8 jaar in dit probleem. Bijna 8 jaar. Wij hebben toen een verbouwing gehad en een nieuwe keuken geplaatst. En het eerste jaar hebben we geen last gehad. Na een jaar begonnen. Stapsgewijs werd het steeds meer het kooklucht. En tot we iedere dag in de problemen zitten. We zitten af en toe gewoon om tot rust te komen buiten. Niet met je twee in de auto. Gezellig in de auto zitten. Ja, maak er een grapje van. Het is een serieuze zaak, meneer. Luister even. Die kap van jullie stond hier en die van mij zo. Luister even. Ja? Zo, jullie hebben de boel verbouwd. Nou, leg het gelijk. Ja, ik kom terug van vakantie op een gegeven moment. Ik denk, wat hebben ze nou, het dak? Maar dan leg het gelijk. Dus als het even gaat waaien, kom ik bij hem. Ja, als mijn buurvrouw aan het koken is, heb ik het ook af en toe. Ja. Nou, moet ik dan naar de buren gaan van, willen jullie stoppen, want ik heb er last van. En jullie koken geen 1,5 uur per dag. 20 december hebben de afzuiger 6 uur aan moeten hebben. En als we thuis van mijn schoonouders komen, dan zijn we net een kwartier thuis en dan beginnen die aardappels weer. Ah, zeg, doe maar dan. We horen toch in het gekhuis. Meneer collega, waarom botert het niet tussen u en de buurman? Ja, hij is zelf aan het zoeken. Hij is niet aan het zoeken. Na een jaar was het die stankoverlast begonnen van de keuken. Ja jongen, maar een keertje een 1,5 uur koken. Voor wie moeten wij dat aan doen dan? Om ons te zieken, om mij in het gekhuis te krijgen. Nee, zo voelt u dat. U heeft het idee dat dat gebeurt om te pesten. Ron, je moet toch geen verhaal... Nee, Ron, je moet Buurman, ik zeg normaal, ik vind het jammer dat het zo is gelopen. Ja, nee, maar... Het had onderling opgelust kunnen worden, maar zo had het nooit moeten komen. Hoe dan, Trudy? Kunt u nou, goed overleggen. Maar als jij dan gewoon, als jij er dan niet mee eens bent... Ja, als jij het er niet mee eens bent. Ja, waarmee? Laat je door jouw dingen die gedaan hebt, dat doen we afhalen. Laat je zelf een paapje maken, ja, een meter hoog. Ja, de stankoverlast komt van jou. Dan gaan wij toch niet op kosten jagen om het, om het zelf te doen. Maar jullie hebben toch de boel verbouwd? Ja, toen was het goed het eerste jaar en daarna begon het trapsgewijs de stank. Hoe kent dat dan? Ja, weet ik veel. Nou, moet ik het weten dan. Maar zou het iets met de verbouwing te maken kunnen hebben? Nee niet meer. Nee. Wij zijn van mening niet meer. Want wat is dan volgens u de oorzaak? Nou, dat het een bepaalde treiter is. U ziet het echt als beste, bewust. Ja, ik heb het ook opgeschreven van de laatste maand december. Nou, het is gewoon zoeken volgens mij. Nou, u hoort het. Zij denken dat u expres
gaat koken. Met die krieltjes iedere keer. Ik niet, mevrouw, ik kan niet koken. Ik kan niet koken, maar mevrouw doet het. Ja. Maar ik vind het allemaal een beetje overdreven. Ja, je vindt het overdreven. Absoluut. En je lacht maar wat. Die vindt het geen serieuze zaak. Nee, die hebben nog maar gelijkheid. Maar wij wel. Nou, om erachter te komen of de geurtjes via de afzuigkap naar binnen kunnen komen, gaat meester Wiet met bouwpatholoog Van den Bergen het dak op. En daar komt heel veel rook bij kijken, maar dat komt niet van de sigaren. Goedemiddag. Reed. Goedemiddag. John Reed. Goedemiddag, Van der Schaal. Goedemiddag, John Reed. Meneer Van den Berg. Dag, meester Wiet. John Reed. John Reed, goed dat u er bent. Ja, fijn hè. Ja. Kan ik naar binnen gaan, anders ben ik morgen uitgetrokken. Ik wil even dat u meekomt. Waar naartoe? Naar de keuken van Gijsjes. Nee, sorry, neem me niet kwalijk. Meneer heeft mij en haar samen de dood in geweest. Moet ik daarna maar gaan staan kijken van een leuke jongen? Ja, u moet met me mee. Want hij haalt het alleen op zo'n fijn niet. Weet ik. Maar u moet er even bij zijn. Want anders kan ik geen uitspraak doen. Blijf jij maar hier zo? U mag hier blijven. Nee, u hoeft niet mee. Ik ga wel mee, maar... Goed dat u meegaat. Goed onze voeten vegen. Ja. Wanneer is deze aangelegd? 2008. En in 2009 kregen we pas de stankoverlast. Het begon eerst met 1 keer in de week en later werd het steeds meer. Oh ja? 2 keer per dag en 3 keer per dag. Aardappellucht en 's avonds sigarenlucht. Had je dat niet neergepeperd? Helemaal niet. Kook 1 keer per dag. Hoe kom je daar dan? Ja, een half uur? Wel. Kookt u 3 keer per dag warm? 1 keer per dag. Nee, maar... 's middags of 's avonds? 'S avonds, een half uur. Een buurman. Heeft hij natuurlijk helemaal... Nee, ze helemaal. Ze zijn een beetje buurman, je ziet er slecht uit ook. Met die lekkaties had ik ernaast, dat bied ik nog meer excuses. Je zit overal naast. Nee, ik zit daar niet. Je zit overal naast. Nee. Jongen, je hebt ons 2 jaar weer verteld dat je lul niet. Genoeg! Mag ik even? Ja. Ze houden niet erop. Hoe komt dat dan hier, die lucht? Ja. Dat komt door die wasemkap heen. Als hij dicht staat, ja. Dus ik bedoel, als hij dicht staat, als dan, dicht is staat, als dan ruiken dicht staat. We het, ja. Dus je kunt tegen die klep aan drukken. Als ik hem nu dicht. Als hij dicht staat, dan ruikt u de kookluchten van de buren. Ja. Waarom moet ik hem dicht doen? Als u hem open doet, dan gaat de motor aan en dan blaast hij alles weg. Ja, dat vind ik logisch. De lucht hier. En ze hebben er alleen maar last van als de afzuigkap op deze manier staat. Ja. Oftewel dicht. Ik ruik iets. Ja. Ja, ik ruik duidelijk iets. Ja. Ja. Meneer Collet. Ja. Hoe is uw neus? Heel goed. Ja? Ja. Ondanks al die sigaartjes? Ja, ik ruik prima. Zullen we eens kijken of u het ook meekrijgt? Het zijn geen krieltjes. Ik ruik wel kookluchtjes. Ja, nee, we hebben krieltjes, heb ik gezegd. Krieltjes, dit zijn geen krieltjes. Nou, misschien dat we het inzichtelijk kunnen maken. Hoe gaan we dat doen? Een rookmachine. Zetten we een rookmachine bij de buren, bij uw woning. Daar hebben we al voor gewaarschuwd. Er komt heel veel rook in de kamer, er komt heel veel rook in de keuken. Dat bent u gewend. Dat bent u gewend, onder andere met de sigaren. En die rook die gaat zich dan verplaatsen zoals de kookluchtjes zich ook zullen gaan verplaatsen. Ja. Kijk eens. Ja, mevrouw is nog aan het koken. Ja, die rook ik daarnet. Ja. Ziet er heerlijk uit. Lekker. Ja. Hij is opgewarmd, dus we kunnen hem aanzetten. Als iemand lucht weegeeft die wat gevoelig zijn, dan zou ik zeggen, ga even naar buiten of wat dan ook. Want er komt echt heel veel rook bij. Kijk eens. Er komt zoveel rook uit. Nou, zeg. Kijk, mijn haar gewassen vanmorgen. Ruikt u ook het typische luchtje wat eraan zit? Ruikt u dat? Ik ruik het. Ja, dus dat is heel typisch luchtje. Ja. Dus als je dat hier bij de buren hebt, wat, dan... Wat is het eigenlijk? Geen idee. Iets chemisch. Het is iets heel chemisch, volgens mij. Dan gaat mijn assistent gaat even overnemen. Ja. En dan gaan wij even naar de buren. Goed. Even kijken of we de rook hier kunnen traceren. De lampje gaat het vaak nog beter. Ik raak niet. Ja, u bent heel snel, hè? Ik ruik ook niks, hoor. Ja. Ik wil even die rook uit die pijpjes zien komen. Ik zie witte rook. Dat is de afzuigkap van Collet. Ja. Deze. En, daar, en, wat is uw, en dat is uw... Ja. Die hier. Is het ja. Die, dit korte? Is de afzuigkap van meneer en mevrouw. En dit is van de cv-ketel. Dat is de cv. Ja. Dus het gaat om die 2 paddenstoeltjes. Ja. Dat is natuurlijk overdreven, vind ik. Hè? Ja, dit is expres. Als dat wel komt, dan staat de brand erbij. Dat is om het inzichtelijk te maken. Hè? Dat heb ik gezegd. Ja, het is een duidelijke, zichtbare witte rook.
om te zien hoe het zich verplaatst. Bij zuidwestenwind waait het inderdaad recht over het andere pijpje en dan zou het naar binnen kunnen komen. En dan wil je hebben dat ik dit ding de hoogte haalt. Maar als je val wil binnen elkaar straks, dan komt er zo, als ze daar dat ding openstaan, dan krijg ik dat weer. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Oh, nou dat vind ik leuk. Want er is hier nog iets op uw dak. Met gaat over die mos? Ja, nou die heb ik al een paar keer weggehaald. En dat mos... Nou, er is jaren niks aan gebeurd, buurman. Nee. Nou, dan heb ik vandaar dat ik emmers vol... mijn hele dakleg vol. Ik wou dat ik er foto's van had gemaakt. Nee. Wij krijgen mos. Allee, kijk, het is nou redelijk. Hey, die mensen aan de overkant. Die mensen aan de overkant met bladeren in die tuin. Moet je werken. Daar die boom. Zie je die boom daar? Die worden ze snoeien omdat je het op je tuintje krijgt. Nou hallo? Dan. Lul niet. Die mos heb ik meer overlast van. Ah, maar nee, je bent aan het zoeken. Ja. Klootzak, je bent aan het zoeken. Zullen we het hier even, zullen we het hier even bij laten? Ja, dat is goed, vind ik leuk. Nee, maar ik vind het even leuk. Ik vind het even leuk, want zo kan ik het beter doen als dat ik een baard op straat tegenkom. En dan loop ik uit de hand aan. Nou, dan is dit beter. Dan heb ik hier genoeg gezien. En dan zie ik u graag terug op de hoorzitting. Dat doe ik graag. Tot straks. Meneer Collé, u heeft nu gezien dat die rook inderdaad hun pijp ingaat. Ja, ja, maar we komen weer op dat kardinale punt uit. Hij heeft de boel gewoon gelijk gemaakt. Ja. Dat is niet waar. Stel, maar stel, als we dat even buiten beschouwing laten, van hoe vindt u dat zij wel last hebben van uw kookplezier, maar ook van het sigarenroken in huis? Ja, ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Ja, ik heb geen idee, maar als de buren een klacht hebben, wat doet u normaal met als de buren een klacht hebben? Ja, nou ja, dat moeten hun niet weten. Ja? Ik ben redelijk genoeg, ik denk, joh, ze hebben gelijk, doe ik dat. Ja, ablast van die mos, haal ik het eraf. Ja. Dat heb ik gedaan. Ja, maar u zegt van die geuroverlast, ja, nee, we moeten eten. Als je een goede machine hebt, dan kan je dat toch niet ruiken. Je kunt toch niet tegen je buren zeggen, je mag niet koken, want ik heb last van... En ik heb dat, ja, dat vind ik erg genoeg. Ja. Maar wat moeten wij doen dan? Chinees gaan eten elke dag? Ja. Als ik betaal, vind ik het niet erg. Nee, ja. Nee. Meneer zegt, ik kan moeilijk elke dag Chinees gaan halen. Nou, dat slaat nergens op. Hij koopt meer dan meerdere keren per dag. Ik heb het opgeschreven de laatste tijd en in het verleden ook. We waren uitgekookt, we denken, nou, we zetten die wasemkap uit. Begint het gesodemieten weer. Ja. Wil je weggaan en de wasemkap uit? Nou, begon het weer. Nou, hebben we hem al aangelaten omdat we weggingen. Waar het om gaat, is als iemand last heeft van stank... Ja, wie moet er dan iets veranderen? Hè? Ja. Dus moet degene die geuroverlast veroorzaakt voor een oplossing zorgen... of degene die er last van heeft? Omwonenden, die geven hun mening. Ja, gewoon zelf een oplossing aandragen. Pijp verhogen en klaar is het. Kijk, diegene die stankoverlast geeft, die moet het oplossen. En niet anders. Simpel. Ik denk dat als ik in mijn huis altijd een rooklucht zou krijgen, en zeker sigarenrook, dat ik dat niet lekker zou vinden. Maar wat mijn opa al zei is, denk ik dat er te veel het groot gemaakt wordt. Ja, je brak ze wel eraan natuurlijk, hè. Dat je 's ochtends vroeg aardappels gaan koken, dat verzin je ook. Ik denk dat niemand dat doet, om 8 uur 's ochtends aardappel eten. Mijn opa denkt een beetje laat, maar mijn oma wordt er wel boos over en ook gestrest natuurlijk daardoor. Ja, ik vind het lastig. Het zijn oude mensen en ik vind dat je die met rust moet laten, denk ik. Ja, dat is heel simpel een keer te oplossen. Als je maar normaal doet tegen elkaar. Ja, weet je, wat is het volgende? Weet je, die mensen die komen elke keer met wat aan. Dat is, op een gegeven moment stopt het niet. Ja, als iemand wat zegt en een ander zegt ook wat, dan krijg je elke keer dat heen en her. Moet je niet doen. Los je niks mee op. En ruzie heb je niks. Tijdens de hoorzitting heeft meester Riet geurdeskundige mevrouw Ancion uitgenodigd. En zij legt uit hoe persoonlijk geuroverlast is. Welkom in kasteel Radboud in Medemblik. En aan de orde is de zaak van de familie van de Schaaf Dekker tegen de heer Collé en mevrouw Huntman. Eisers zeggen dat u onrechtmatige stankoverlast veroorzaakt. Ik heb het ook geroken. Die krieltjes die uw vrouw stond te bakken, die heb ik in uw keuken geroken. Wat vindt u daarvan, dat zij daar last van hebben? Nou, ik heb er ook bij gestaan. Ik heb die krieltjes niet geroken. Ik wel. Misschien ben ik een beetje... U rookt 4 sigaren per dag? Ja. Ja, daar heb je ook last van. Nee, maar dat is ook niet goed voor de neus. Ik kan wel de volgende keer, als ze gaat koken, kan ik mijn sigaar opsteken. Misschien dat hij dat door mijn Nee, alle gekheid op een stokje. Ja. Ze hebben er last van. Ja,
Wat vindt u daarvan? Maar luister, als het dan zo zwaar is waar die over valt, als hij om 5 uur die achtste afzuigkap aandoet en hij doet dat om 6 uur, doet hij hem uit, heeft hij nergens geen last van. Ja, maar zo hoort het toch niet? Maar hij zegt, wij koken 3 keer per dag. Ja, die lucht, s'morgens die komt, ruiken we die lucht ook. Die lucht dat, komt gewoon naar voren toe. Ja. U zegt, s'morgens ruiken we het ook? S'morgens ruiken we ook. Af en toe kooklucht. Niet iedere dag, maar af en toe wel, s'morgens al. Nou, dan weet je toch niet ver gezocht, als je dat hoort. Het is niet ver gezocht, het is de realiteit. Ja, als we s'morgens wakker gaan met z'n 9 uur koken, vinden we gezellig. Om mij met plezier te doen. Meneer Van den Berg. Kan het dat zij dus de kookluchtjes van de buren juist door de afvoer naar binnen krijgen? Anders gezegd, kan een afzuigkap ook een aanzuigkap zijn? Het zou kunnen en in dit geval hebben we dat ook met rook hebben we dat proberen te doen dus straks. We hebben heel veel rook geproduceerd. Die rook hebben we laten waaien door de afzuigkap van meneer Collet. Die hebben we bovenlangs het dak zien komen en die stroomde over het uitmonding van de afzuigkap van meneer en mevrouw. Dat is heel duidelijk. Dus in die zin zou het kunnen dat men af en toe de rook, of de rooklucht, maar ook de kooklucht ruikt van meneer. Ja, maar je moet nog even uitleggen hoe de lucht juist naar binnen, helemaal naar binnen komt. Kijk, als er onderdruk is in die woning door bepaalde wind langs de voorgevel of wat dan ook, dat er dan daar weer zuiging plaatsvindt, dan kan er onderdruk plaatsvinden in die woning zelf. En dan zou die wind dus naar binnen kunnen slaan door de afzuigkap. Het kan dus zijn dat in mijn huis onderdruk heerst. Ja, dat zou kunnen. Maar dat hangt heel erg van de windrichting af en van de wind op de gevels, op alle tweede gevels van meneer en mevrouw. Mevrouw Ansion, u bent geurdeskundige. Dit zijn niet de enige mensen in Nederland die echt last hebben van de geur van de buren. Kookluchtjes kunnen volgens mij als erg belastend worden ervaren. Nou, dat kan heel ernstig zijn. Wat in elk geval belangrijk is, is dat je moet weten dat de geurgevoeligheid van mensen, die kan enorm verschillen. Als je in de literatuur kijkt, dan hebben ze het over een factor 100.000. Een factor 100.000 verschil? Ja, dus dat is echt enorm. Nou, denk aan de parfumeur die een superscherpe neus heeft om een parfum samen te stellen. En mensen aan de andere kant van het spectrum die heel weinig ruiken. Dus ja, dan heb je het echt over de uiterste. Maar dat betekent dat het heel erg persoonlijk is? Ja, omdat het moment dat je het dus heel intens waarneemt, dan kun je van die geurbelasting echt fysieke klachten, lichamelijke klachten van krijgen. Misselijkheid, hoofdpijn of indirect door stress. Maar bijvoorbeeld ook sociale problemen kunnen optreden, omdat mensen niet meer zo graag vrienden of familie uitnodigen. Of dat die zelfs niet meer willen komen, omdat ze zeggen, ja, daar stinkt het altijd. Ja. Ik zeg niet dat dat in dit geval zo is. Nee, u spreekt even voor de goede orde. Als deskundige in het algemeen. U bent er ook niet geweest, dus u kunt geen uitspraken doen over deze situatie. Ik krijg er ook hoofdpijn van. Hoofdpijn van? Ja. En ik ben al een migraine-patiënt, dus... En dat zijn de etensluchten, zijn dat? Ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ik... En dan ben ik blij als ik kan dat tegenheen gaan, maar als je s'avonds van 5 tot 6:30 een kook en zo ruiken de andere dag nog aardappelen, dat is toch of... Nee, dan begint het weer opnieuw, dan ruiken we het niet, dan begint het weer opnieuw, die stank. Ja, wat moet ik daar nou wel zeggen? Wij koken niet 's ochtends. Nee, dan laat daar een paar keer 2 benen, maar hij doet het aardig. Dus precies, er zijn geen verhalen meer. Nee, het is ook geen sprookje, meneer collega. Nee, jij vertelt dood geen sprookjes. Nee, we vertellen leugens, is het nou ja, goed? Nou. Wat ik u niet hoor zeggen, maar wel hoor bedoelen, is dat ze het expres doen. Nou, misschien, wie zal het zeggen? Zegt u nou, zet de aardappels op om ons het leven zuur te maken? Ik weet het niet. U weet het niet. Daarom zei ik ook al eerder, ik wou dat ik de stankoverlast gaf. Want dan had ik het al lang verholpen. U zegt, als ik collega was geweest, had ik er zo'n metertje aangeplakt aan die pijp. Nou, omdat ik niet mijn buren in de stank van mij zou willen laten zitten. Maar u zegt, als ik hem hier in zijn zin geef, dan is er volgende week iets anders. Als ik hem een meter de hoogte inbreed, dan hebben ze 2 van die tuimelramen. En dan krijgt hij daar die stank binnen. Ja, dan moet ik weer een meter de hoogte in. En als de wind dan naar beneden slaat, krijgt hij het ook binnen. Dan word ik straks een pijp maken. Een meter of 30 boven mijn dak uit. Dan laat ik mijn ramen dicht en dan zet ik mijn rooster gewoon open. Nou, dan kan je toch gewoon, trekt het naar beneden. Nou, dan kan je toch elke dag die afzuigen van je aanzetten, een uurtje. Dan ben je toch ook overal vanaf. Die staat al heel vervuldig aan, die afzuiger. Die moet eens weten hoe lang die aanstaat. Ah, dan moet je een nieuwe kopen. Dan is hij niet goed. Nee, ik heb er eentje. Ja, nieuwe, hij is nog ineens 8 jaar oud. Ja, hoeveel? Ah, dat moet je al veranderen. Meneer Van den Berg, als één van die 2 pijpjes een meter hoger dan de ander is,
Dat zou een oplossing kunnen zijn. Zou dat een oplossing kunnen zijn? Ja hoor. Maar, wat meneer Collé zegt, als zijn pijpje hoger wordt, dan komt hij voor het raam van de buren. En dan zou daar langs, ook langs het roostertje, wat meneer zegt, dan laten we alleen het roostertje open, kan daar langs ook weer die lucht naar binnen komen. Is het duidelijk. Die mosbollen, daar moet ik het ook nog over hebben. Ja. U had een hele emmer vol van Collé-mos op uw eigen dak. Op uw eigen dak en toen op het erf. En toen op een gegeven moment word je toch wel een beetje chagrijnig en dan gooi ik het er maar overheen. En dan geef je die, want dan veeg ik het op en dan gooi ik het in de asbak. Ja, maar dan ga ik die schreeuwen roepen, joh, wat ben je nou wat doen? Maar je verklaart ons wel het gekkenhuis in. En ik kon alleen maar buur, want ik ben niet iemand die aan de bel bij... ik ben altijd afwachtend. Je kan misschien dan beter het gekkenhuis zitten, dus dat je tegen mij en mijn vrouw zegt, jullie op het kerkhof te gaan. Dat heb ik nooit gezegd. Jullie verzinnen er ook een hoop bij. Ja. Ik durf je recht in je ogen te kijken, hoor. Nou, je hebt ook je ogen. Gaat het nog goed? Gaat het nog goed? Erg is dat. Gaat het nog goed? Ik ga het er niet liggen. Genoeg hierover. Ik heb genoeg gehoord. Ik ga erover nadenken. En ik zie u graag terug in Slot Zeist. Kunt u ook uw buren niet meer luchten of zien? Of heeft u een heel ander probleem? Meld u zich dan nu aan. U kunt ons bellen, maar u kunt ons ook mailen. En dan lossen wij het voor u op. Moet er iets aangepast worden aan de afvoerbuis? En zo ja, wie moet dat dan doen? En daar weet er maar één antwoord op. Hier is meester Reed. Uitspraak in de zaak van Van der Schaaf tegen Collé Huntman. U ondervindt overlast van de kook- en de sigarenlicht van uw buren. En u vindt dus dat zij dat moeten oplossen. Maar u brengt daartegen in dat uw buren hun afvoerpijp op het dak zelf ongunstig hebben geplaatst, precies naast die van u en op dezelfde hoogte. En u zegt dat ze hun eigen probleem zelf veroorzaakt hebben. Hoe zit dat nu? Ik heb bij u die etenslucht geroken. Uw afzuigkap stond uit en de buren waren krieltjes aan het bakken. Op het dak is duidelijk gebleken dat lucht uit de afzuigkap van de buren meteen over uw afvoerpijp scheert. En de deskundige heeft verklaard dat het inderdaad goed mogelijk is dat u die lucht in uw woning krijgt. Maar de geur die ik rook was niet dusdanig ernstig dat het onrechtmatig genoemd moet worden. Kookluchtjes van buren horen er nu eenmaal bij in een woonwijk. Bovendien is koken hopelijk per definitie van korte duur. Dat uw buren 3 keer per dag aan het kokerellen zijn, acht ik nog bewezen, nog aannemelijk. Meneer Van der Schaaf, waarom u het eerste jaar na de installatie van die keuken niets geroken hebt, daar gaan we niet achter komen. Als u van de overlast af wilt, kunt u zelf een zogenaamde terugslagklep monteren. Wat het mos op uw dak betreft, er lag wat mos, maar niet in die mate dat ik spreek van achterstallig onderhoud. Als u enigszins geregeld het dak mosvrij houdt, dan lijkt me dat ruim voldoende. Meneer Collé, u vindt hen zoekende. En niet zoekende naar een oplossing, maar naar problemen. En u eist met rust gelaten te worden. Zo'n eis kan ik in zijn algemeenheid niet toewijzen. Uw buren hebben op zich het recht om u aan te spreken als er belangrijke zaken zijn die u beide aangaan. Maar ik leg hier wel de nadruk op het woord belangrijk. Dat is mijn uitspraak. En zo zit het. Meneer Collé, wat vindt u ervan? Nou, ik vind dit een mooie oplossing. Ja. En verder hebben ze van mij geen last meer. Nou, dat hoop ik dan maar. En dat we kunnen relaxen in ons huis. Dat hoop ik ook heel erg van harte. En dan kunnen we misschien toch een beetje recht in elkaars ogen kijken. Dat zegt u heel goed. Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dag. Ja, ja. Zullen we naar huis gaan of gaan we Chinees eten?